duizenden jaren voor Christus bewoog een agrarisch stamvolk van oud-Maleërs uit Zuidoost-China zich naar het Maleische Schiereiland en naar voor-Indië. Toen later vlerken werden aangebracht op de prauwen waarmee zij de rivieren bevoeren, werden deze zeewaardig. Dit veranderde het volkswezen van landbouwers in dat van zeevarende handelaars die uitzeilden naar verre en vreemde kusten. 2000 jaar voor Christus landde een groep aan de oostkust van Sumatra. Zij beoefende er als van ouds de landbouw. De landhonger dwong haar de kust achter zich te laten en het binnenland in te stromen. Het gebied waar ze in doordrong was nors en mensvreemd. Een land dat verstart was gebleven uit de laatste verschrikkelijke eruptie die duizenden jaren geleden de bergen doorheen schudde en een gebied van 20.000 vierkante kilometer, dat is 2/3 van het oppervlak van Nederland, totaal verwoestte en bedolf onder een 100 meter dikke laag van vulkanische afzettingen. De stroomweddingen der rivieren volgend, bereikten zij achter de schier onbegaanbare bergen een keten van gure hoogvlakten, die een enorme terreininzinking omgaven. Deze inzinking, de gigantische vuurhaard van de laatste vulkaanuitbarsting, was in de loop van de eeuwen gevuld met het water van artesische bronnen en van de regen van ontelbare moessons. Zo ontstond het Toba-meer, 90 kilometer lang, 35 kilometer breed, en met diepte van meer dan 500 meter. Een blauwe bergzee die de torenhoge wolkenstapels weerspiegelt. Midden in het meer ligt het eiland Samoseer. Een door bergen afgezoomd plateau. De oud-Maleiërs moeten het als een wonder hebben beschouwd zo diep in het woeste bergland een water te vinden dat hen herinnerde aan de zeeën. Zij gaven het de naam van de glimlach der goden. Zij vestigden zich in de keten van hoogvlakten rond het meer. In de voortgang der tijden verloren zij alle contact met het oude stamvolk. Hun volksleven kreeg een heel eigen karakter dat gevormd was door het harde, primitieve leven in een woest en ongastvrij land. Toen in het begin van de 19e eeuw het mohammedanisme over Sumatra werd verbreid, kregen zij de benaming van gelovenden in een andere god. De Debattas. Hieruit behielden zij als volk de naam van Bataks. Hun dorpen staan op de plateaus en langs de oevers van het meer. De forse huizen zijn op palen gebouwd en ingedekt met vezels van de arenpalm. Zij staan bezijde brede pleinen en straten die er schoon uitzien omdat de vrij rondlopende varkens er als straatreinigers fungeren. Er zijn verschillende soorten woningen. De kleinste zijn de eengezinshuizen. In andere wonen 4 tot 12 gezinnen bijeen. De Bataks leven in stamverband, dat zij Marga noemen. De Marga wordt bepaald door de vaderlijke afstamming en ze is geregeld door strenge wetten. Zo is bijvoorbeeld het huwelijk binnen de eigen Marga verboden, omdat de leden van eenzelfde generatie van één Marga
als broers en zusters worden beschouwd. Belangrijke bouwwerken zijn de balai, het raadhuis, en het mannenhuis, de soppo. In de balai bespreekt de raad van ouden de marga-zaken, en de soppo is de plaats waar de mannen bijeenkomen, en dat ook dient als logeergelegenheid voor mannelijke gasten. Bij een Batak-stam op de Karo-hoogvlakte hebben de huizen dakversieringen in de vorm van karbouwenkoppen die kracht en welvaart symboliseren. Het Batak-volk is namelijk de hindoe-geloofsleer van het oude stamvolk afvallig geworden en het verdwaalde in het doolhof van het animisme. Ze hebben op hun woningen magische symbolieken aangebracht om de kwade geesten te weren en de goede te behagen. Ook worden versierde palen opgezet om het dorp van kwade invloeden te reinigen. Het animisme is hier gevormd rond de begrippen van de Tondi en de Bigu. De Tondi houdt verband met het leven, de Bigu met de dood. De angst voor het onheil, dat overal loert naar een ogenblik van onachtzaamheid, verliest nooit haar ban over de mensen. Zo geldt de overtuiging dat wanneer iemand de beeltenis van een ander bezit, hij ook diens ziel in zijn macht heeft. Daarom verbergt iedereen zich wanneer het boze oog van een foto- of filmcamera op hem gericht wordt. Zeer streng is de adat, de zede, die het leven beheerst en die bijvoorbeeld rond de dorpsbadplaats tot een kuisheidsregel is geworden. De waterstraal valt er in de richting van het dorp, zodat naderende de baders op de rug zien. Degene die nadert, roept eerst of er iemand is. Luidt het antwoord bevestigend, dan wendt de ander zich af. Ja, zeer streng is de adat. Doordat de adat zo diep in het volksleven is geworteld, is het moeilijk de Batak van zijn gewoonte af te brengen. Zo heeft hij sinds het oudste geslacht de roofbouw toegepast. Lemietloos is het beschermende bosdek weggebrand en gekapt, en de regen spoelde de vruchtbare teelaarde weg en de heuvelhellingen zijn over onafzienbare oppervlakte veranderd in troosteloze en onvruchtbare savannen. Rijstaren worden met de voeten gedorst. Deze gewoonte maakte ook de invoering van een betere rijstsoort onmogelijk, omdat deze scherp gerande halmen had die de voeten bij het dorsen zouden wonden. In andere gebieden heeft een dorp één rijstblok, die hetzelfde aantal stampgaten heeft als het dorp gezinnen telt. Bij het bouwen van een nieuw huis dienen voorzorgsmaatregelen te worden genomen. Dan worden de klanken van de gondang gehoord, het primitieve Batak-orkest dat de magische dansen begeleidt. Deze dansen dienen weer om de boze geesten te weren en de goede gunstig te stemmen. De manortor, de cultusdans, is zinnenverbijsterend monotoon. Elk gebaar dat steeds opnieuw herhaald wordt, en dat kan soms een hele dag of een nacht duren, elk gebaar heeft een magische betekenis waarvan de zin alleen gevonden kan worden ergens aan het einde van een der ontelbare dwaalpaden van het animisme. Thank you.
Nadat de Bataclanden waren opengelegd voor invloeden van buitenaf, verloren ook de dansen veel van hun barbaarse primitiviteit. Heel populair is bijvoorbeeld de Menari geworden, de lokdans van het jonge meisje. Men zingt daarbij de pantoens, de ondeugende improvisaties, die in vergelijkingen spreken van liefde, hoop en twijfel. Zo kan het meisje zingen, de paddiaren op het veld zwellen van overvloed. De jonge man antwoordt, ja, en als de paddy is mijn hart, die zwelt van grote liefde. De paddy wordt in het blok gestampt, zingt het meisje weer. En de jonge man haast zich te zeggen, ja, en zoals de stamper slaat op de aren, zo stampen jouw voeten op mijn hart. Het is een eindeloos spel waarin een ieder zich mengen mag die het onderwerp van zijn of haar genegenheid dansen ziet. De Menari is een symboliek van de vrouwelijke gril die in liefdesaangelegenheden nu eens lokt en dan weer zich preuts terugtrekt. Een dans van coquetterie en speelse behaagzucht die, zoals het behoort, toch eindigt in een onvoorwaardelijke capitulatie van de vrouwelijke grillen. Een andere populaire dans die bij de Bataks werd ingevoerd, is het spiegelgevecht in de ongewapende zelfverdediging, het zogenaamde mangmantja. Bij het opwindende getrom meten de jonge mannen elkaars behendigheid en reactievermogen. Heel belangrijk bouwsel in het dorp is het Adathuisje, rijk versierd met kleurig houtsnijwerk dat allerlei symbolische en magische betekenissen heeft. Het animistische gebruik om levenloze voorwerpen een ziel toe te kennen deed in het verre verleden een megalithencultuur ontstaan. Zo worden op het eiland Samosir midden in het Toba-meer nog de sarcofagen gevonden van de groten die der eertijds regeerden. De Batak kent ook zijn trouw een ziel toe. Om deze bezieling uit te beelden, draagt zijn solo, de oorlogsprouw, in houtsnijwerk de voorstelling van de Tondi, de levende ziel. Sinds de onderlinge oorlog tot het verleden behoort, leeft de Batak graag zijn strijdgeest uit in de wedstrijden voor oorlogsprouwen die op gezette tijden tussen de dorpen worden georganiseerd. Voortgedreven door de kracht van de krommende mannenruggen schieten de ranke boomstamprouwen door het water, even onstuimig als zij lange tijd geleden ten strijde uitvoeren. In geregelde tijden is er een druk verkeer op het water en langs de smalle stranden van het Toba-meer. Dat is op de marktdagen,
als de dorpen verlaten zijn en een ieder zich met zijn koopwaar per prauw of te voet naar de dichtstbijzijnde marktplaats begeeft. Heel vroeg in de ochtend is het op de marktplaats reeds een gekrioel van allerhande prauwen. Van alle omliggende dorpen is men gekomen met de producten van veld, tuin en die van de huisnijverheid. Wanneer de prauwen leeggeladen zijn, spreiden de vrouwen matjes uit en daarop sorteren zij hun koopwaar. Genoegelijk hurkt men achter deze openluchtetalages en neemt een siripruim, een dop tabak, wat kalk en een stuk betelnoot tot een pruim gerold in een blad van de siriplant. Zo toegerust heeft men zich dan voorbereid op een lange, genoegelijke dag van loven en bieden. Dit loven en bieden, het tawaren, is even belangrijk als de verkoop of het bezit van het artikel. Het geeft kleur aan het leven en blijdschap aan het hart. De vrouwen hebben hun kleinste kinderen meegenomen, want de afstanden tussen de dorpen en de marktplaats zijn groot en voorlopig is van terugkeer nog geen sprake. De kinderen zouden dan te lang buiten de zorgen van de moeder moeten blijven. Levensmiddelen en fruit zijn wel de voornaamste marktartikelen. Dit te zien moet voor de snoeplustige Batakken voortdurende inspiratie zijn, want de hele dag wordt er gegeten, zo tussen de bedrijven en het siripruimen door. De marktplaats is een belangrijke plaats. Niet alleen komt men er om te kopen of te verkopen, maar ook is het een gezellige gelegenheid om er weer eens oude vrienden en bekenden te ontmoeten en de laatste nieuwtjes te wisselen. De Batak is een groot verteller en praten is zijn lust en leven. Ook geeft de marktplaats gelegenheid tot een rendezvous voor jonge harten. In de namiddag komen de valwinden over de bergkammen en ze jagen over het water. Dan verliest het meer het aanzien van dromerige bezonkenheid en het komt tot een bruisend, onrustig leven. De kalongs, de vliegende honden, die als trossen van grote, overrijpe vruchten in hun slaapbomen hangen, worden onrustig. Het is of de hele natuur wakker geschrokken het hoofd opheft en ademloos luistert naar de stem van Alagobalan, de grote wind. Haastig wordt de markt beëindigd en de mensen schepen zich in voor de terugreis naar de dorpen. De wind grijpt de zeilen en de ranke vaartuigen jagen over het water. Eén sprankje menselijk leven in de groteske ruimte van hemel, bergen en water, waar de natuurelementen in roeren. Dan grijpt weer het animisme toe. En bij het ronden van een kaap roept de sterfelijke mens de eeuwige natuurgeest der bescherming aan.
O grootmoeder, gij die woont in deze rotsen, geeft ons een behouden overtocht en laat het water helder blijven. Horas, wees gegroet.